allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik me opmaken met al mijn nieuwste make-up. Het maakt niet uit of het make-up product goed is, of dat het slecht is, of dat het mijn kleur is, of whatever. Het maakt niet uit. Ik moet voor elk product mijn nieuwste aanwinst gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal ga gebruiken, want ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Dat doe ik altijd pas wanneer ik midden in de video zit. Is niet altijd handig, maar dat is gewoon hoe ik ben. Dus ik ben benieuwd wat ik vandaag allemaal ga gebruiken. Van een aantal producten weet ik al. Ik heb ook een aantal nieuwe producten die ik nog nooit heb gebruikt, die ik dus als nieuwste product heb en nu moet gaan gebruiken. Ik heb ook wat make-up die ik slecht vind, maar ja, het is nou eenmaal gewoon mijn nieuwste aanwinst, dus ik moet die gaan gebruiken. En ik heb vandaag ook nieuwe kleding. Kleding komt aan het einde van de video. Ik heb weer wat kleding ontvangen van Chiquelle die ik jullie weer ga laten zien. En ik heb ook een kortingscode, dus vandaag gaat het over zowel mijn nieuwste make-up als over nieuwe kleding. Dus ja, daar ben ik ook altijd heel enthousiast over. Ik vind het altijd heel leuk om kleding in mijn video's erbij te doen. Mijn hand is by the way nog steeds verbrand. Het gaat nou wel een stukje beter, maar ja, ik heb dus nog wel zo van die plekjes. Dus als je iets ziet op mijn hand, dan weet je wat het is. Maar goed, dat is dus wat we vandaag gaan doen. Laten we gewoon snel gaan beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En ik besef me net pas dat de wasmachine hier aan staat. Ik was even, hij is klaar over 3 minuten, maar dat zegt hij al 10 minuten lang. Ik ga hem even uitzetten. En dan gaan we beginnen met de video. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up en dan pas mijn ogen. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Als primer is mijn nieuwste aanwinst deze SOS primer van Clarins. Deze primer is niet nieuw, want ik heb die al, maar ik heb een andere versie ontvangen. Die ik al heb is de versie 00 Light. Die is gewoon wit en doorzichtig. En ik heb hier de versie 01 Rose en die heeft een beetje een licht rozige kleur. Deze heb ik ontvangen in PR, nog geen enkele keer gebruikt, maar ik ga er gewoon vanuit dat die gewoon even goed is als deze, maar dan gewoon een andere kleur. Dus ik ga deze aanbrengen. Deze primers zijn duur, maar echt amazing. Ik vind ze echt zo fijn. Ze geven zo'n mooie glow aan je gezicht. I love it. Ik moet nog steeds alles doen met één hand. Deze primer hebben ze echt in een hele hoop kleuren, by the way. Mijn nieuwste foundation is deze extreem dekkende foundation van Thermacol. Hier heb ik ook een hele video over gemaakt. Die staat al op mijn kanaal. Deze foundation heeft echt een extreme dekking. Hij kan een tattoo verbergen, alles. Dat heb ik allemaal laten zien in die video. Ik heb de kleur, even kijken. Er staat weer niet op welke kleur ik heb. Het staat sowieso beneden in de beschrijving. Want daar zet ik altijd een hele lijst met wat ik heb gebruikt. Deze kleur echter, ik weet niet of hij gaat matchen met mij nou. Want ik heb gebruind en hij matchte in die video wel. En in die video had ik gewoon een echte huid. Kleur dus. Maar ja, whatever. Ik ga dus deze gewoon aanbrengen en dan gewoon hopen dat de kleur een beetje matcht. Omdat hij dus echt zo'n extreme dekking heeft, breng ik echt maar een heel klein beetje aan. Because it's a lot, echt. Ja, hij is nou iets te licht voor mij. Kijk, als je het vergelijkt met mijn nek, zie je dit? Nou ja, dan ga ik gewoon heel veel bronzen vandaag. Jongens, hij is echt veel te licht. Oh my god. Ik heb altijd liever dat hij te donker is dan te licht. Want ik vind lichter maken altijd makkelijk. Want dan kan ik gewoon heel veel concealer gebruiken en zo. Maar als hij te licht is, dan moet je het donkerder maken met contour en bronzer en zo. En dat vind ik altijd persoonlijk toch iets lastiger. Nou ja, jongens, ik maak er gewoon wel iets van. Dit is dus wat ik bedoel als ik allemaal mijn nieuwste producten moet gebruiken. Niet alles matcht met mij. En ook niet alles is goed en zo. Nou, top. Nou heb ik gewoon een soort van wit masker. Dan ga ik mijn gezicht cream contouren. Voor cream contour heb ik iets nieuws, maar het is in principe niet nieuw, maar ik heb het gewoon in een andere kleur besteld. En dat is deze contour stick van She Glam. Ik had dus in mijn She Glam video deze contour stick gebruikt, alleen in een te lichte kleur. Dus ik heb hem nou in de kleur 103 Espresso besteld en die is een stuk donkerder. Dus ik ben heel blij dat ik nou deze andere kleur heb, want die andere kleur was echt te licht. En ik ga hiervan lekker veel aanbrengen, want mijn gezicht moet echt wat donkerder worden. Dit is echt een hele fijne contour stick van She Glam. En She Glam is een make-up merk die te koop is bij Shein. Ik moet wel zeggen, hij is alsnog nog wel vrij aan de lichte kant. Ik ben altijd van het heel heftig contouren met echt een hele donkere kleur. Maar in principe is dit wel gewoon een goede kleur. Oké kleur. Oké, nou is mijn gezicht iets donkerder. Daar ben ik wel happy mee, maar nog steeds echt absoluut niet genoeg. Ik ga straks bronzen en dat gaat echt het meeste oplossen. Maar contour is al wel gewoon een goed begin. Mijn nieuwste concealer is deze concealer van Zoeva. Deze had ik ook in een make-up video getest. Ik heb hem in de kleur 100 Destiny. En het is gewoon best wel een fijne concealer. Dus ik ben wel blij dat ik hem mag gebruiken.
Maar volgens mij is deze concealer gewoon nou donkerder dan de foundation. Oh my god. Ik heb nou echt zo'n grijze waas over mijn gezicht. Omdat het dus allemaal te licht is. En dan komt er altijd zo'n soort van grijzige waaskleur over je hele gezicht. Oh my god. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik het straks ga oplossen. En het eindresultaat gewoon oké gaat worden. Mijn nieuwste poeder is deze mini versie van de ABH poeder in de kleur Translucent. Dit is echt een van de fijnste poeders die ik ooit heb geprobeerd. Als jij een beetje wat extra geld hebt om te investeren in een goede poeder. Deze poeder is zo ontzettend dun. Het is gewoon alsof je geen poeder hebt op je gezicht. Zo dun voelt hij aan, maar hij doet wel alles wat een poeder moet doen. En hij zet alles vast en hij maakt alles mat. En het is echt amazing. Ik was echt in shock toen ik hem voor het eerst gebruikte. En ik heb nu de mini versie. Maar zodra die op is, ga ik zeker 2 de grote halen. Want ik ben echt zo impressed. Hij is zo fijn niet te doen. Ik heb echt zoveel wimperlijm in mijn wimpers. Kijk even dit. Mijn normale wimperlijm die ik normaal gebruik was opgegaan. Ik gebruik altijd de zwarte wimperlijm van Queen Tarzi. En die is echt amazing. Dus ik had eventjes een andere wimperlijm gebruikt. En die is echt vreselijk. Hij blijft helemaal zo hangen in mijn wimpers en zo. Echt super annoying. Dan ga ik mijn gezicht ook nog contouren met poeder. Mijn nieuwste contourpaletje is ook van She Glam. En dit is echt een super fijn paletje met echt een heleboel kleuren erin. En ik ga deze kleur gebruiken om mijn neus mee te contouren. Alleen maar mijn neus, want hier is al genoeg contour door die cream stick. En dan een beetje mijn Max & Mo fixing spray om alles mooi in elkaar te laten blenden. Er zit hier een klein beetje rood, maar dat komt door een ooglook die ik gisteren heb gemaakt. Ik heb echt een super kleurrijke look gemaakt, die staat op mijn Instagram. En daarom is het nou hier nog een klein beetje rood. Of ja, het is roze, daar zat een hele felle roze kleur. Oké, ik ga nou heel even stoppen met mijn gezicht. Het ging allemaal niet zo goed door die te lichte kleur. Ik ben ook niet heel blij met mijn neuscontour, maar ja, whatever. Ik ben nog steeds overtuigd dat het allemaal goed komt. Ik ga nou beginnen aan mijn ogen en ik ben best wel enthousiast, want dit paletje is mijn nieuwste paletje en ik heb hem ook nog helemaal niet gebruikt. En dat is een nieuw paletje van Catrice. Kijk hoe mooi dit paletje eruit ziet. Dit is de Caviar Gouache paletje of zoiets. Volgens mij is dit van hun kerstcollectie, als het goed is. Echt, dit paletje is echt wauw. Het is ook zo 3D. Je voelt het gewoon echt zo anders zo zitten. En ik ben echt in shock. Dit is van hun Crystal Collection en het is limited edition. Kijk even deze inhoud. Dit is echt, echt fantastisch. Ik ben nooit zo enthousiast over Catrice en Essence oogschaduwen. Maar dit ziet er wel echt heel erg goed uit. Ook die glitters. Deze glitter hier en hier. Deze dus. Die spreken mij echt aan. Ik hou altijd van glitter. Dus je kunt hiermee een hele makkelijke everyday look maken. Als je gewoon de matte kleurtjes gebruikt. En je kunt het wat heftiger maken als je de glittertjes gebruikt. Die ga ik sowieso gebruiken. Jullie weten hoe ik ben. Ik maak eigenlijk nooit echt een matte look. Maar dit paletje, toen ik die binnenkreeg. Ik heb hem gehad in PR ook. Ik dacht echt. Wauw, deze ga ik zeker te weten gebruiken. Dus dat ga ik doen. We gaan even inzoomen op de ogen. Even een beetje lipolie aanbrengen, want mijn lippen zijn weer lekker droog. Ik ga niet primen, want dat heb ik al een soort van gedaan met de concealer. De eerste kleur die ik ga gebruiken is deze hele lichte bruine matte kleur. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 kwast. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele arcadeboog. De look van vandaag wordt een mooie draagbare look. Ik vind het wel echt super annoying dat ik nou allemaal die roze kleur hier allemaal in mijn binnenste ooghoek heb. Dat verpest wel een beetje de look, maar oké. Oh, het valt me nu pas op dat we ook een spiegel hebben. Wauw, daar ben ik wel blij mee. Dat vind ik echt heel erg fijn. Hij is ook zo fijn om vast te houden in je hand. Hij is zo het perfecte in je hand vasthouden formaat. De kleur brengt wel iets meer rozig aan dan bruin. In het paletje vind ik hem best wel gewoon bruinig, maar hij is niet heel bruin. Het heeft een beetje een roze ondertoon of zo. Dan pak ik de donkerdere bruine kleur hier. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 224 kwast. Dit is ook een fluffy kwast, maar kleiner. En die breng ik aan zo in de buitenste ooghoek. En ik trek het ook een beetje door in mijn arcadeboog. Ik had wel gewild dat hij iets donkerder was, maar ja, maakt niet uit. En die kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand tot iets over de helft. Ik trek niet helemaal door naar binnen. Oké, jongens, dan ga ik in met de heftige glitters. Je hebt hier ook gewoon de normale glanzende kleuren en zo, maar ik ga gewoon verheftig. Ik ga deze kleur gebruiken. De kleuren hebben geen namen volgens mij, nee. Ik pak gewoon een beetje met mijn vinger. Dit is echt een beetje een pressed glitter of zo. En dan breng ik het gewoon aan over mijn hele ooglid. Oh, wauw. Dit is heftig. Dit wordt heel heftig. Ik ga het gewoon echt letterlijk aanbrengen over mijn hele ooglid.
Kijk, dit vind ik gewoon echt een goede kerstcollectie. Als je uitkomt met een kerstcollectie, is dit wat ik wil zien. Gewoon mooie heftige glitters, mooie kleurtjes. De glitters plakken ook echt heel erg goed vast. Er is gewoon letterlijk geen fallout op mijn gezicht. Dat is echt geweldig. Dan pak ik weer een heel klein beetje van die donkerste bruine kleur. En dan ga ik die nog een beetje extra hier aanbrengen in de hoek. Om het een beetje in te blenden met de glitters. Dan ga ik in met deze lichte champagne glanzende kleur. En die kleur breng ik aan in de binnenste ooghoek. Oh wow, kijk ook hoe heftig. Ik had niet verwacht dat die zo heftig zou zijn. I love it. Ik vind dit echt top. Dit is echt zo'n leuke look voor kerst. Gewoon lekker draagbaar, maar wel lekker glitterig en feestachtig. Ja, ik ben er echt zo happy mee, jongens. Kijk die glitters. Wauw. Ik doe heel even een nude oogpotloodje in mijn hele waterlijn. Oké, ik ben weer aan het bedenken of ik een winged eyeliner ga aanbrengen of niet. Bij elke ooglook weer is dit weer iets waar ik echt een minuut lang over moet nadenken. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? Ik vind de look zo ook gewoon heel erg mooi, maar misschien met een wing is het nog mooier. Konden jullie maar mij gewoon nu antwoorden en gewoon zeggen van breng die wing aan of doe het niet. Een van de twee. Ik ga het gewoon wel doen, maar ik breng gewoon een hele dunne wing aan. Mijn nieuwste eyeliner is ook van Catrice, deze waterproof eyeliner. Die heb ik ook nog nooit gebruikt, dus we will see. Hij ziet er gewoon wel goed uit. Gewoon zo'n normaal kwastje. Dat vind ik altijd wel fijn. Oké, ik ben wel blij met mijn keuze. Ik vind zo'n wing er heel mooi bij staan. Mijn nieuwste mascara is deze mascara van Be Creative Makeup. De Lengthening Mascara. Deze heb ik al gebruikt en ik vind hem heel fijn. Hij geeft echt lengte aan je wimpers. Zo. Ik moet ze wel even eerst krullen. Nepwimpers die ik ga gebruiken zijn Fablash van mijn eigen wimpelcollectie in samenwerking met Boozy Shop. Ik had al in mijn hoofd dat ik deze wimpers wilde gaan opdoen. Alleen toen besefte ik mij, nee wacht eens even. Ik moet mijn nieuwste make-up gebruiken. Dus ook mijn nieuwste nepwimpers. En toen bedacht ik me weer, maar dat zijn ook deze. Dit zijn mijn nieuwste wimpers. Dus deze ga ik aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. I love it. Heel draagbaar, maar wel heel feestelijk. Heel erg mooi. Het is iets meer roze geworden dan bruin. Ik had meer bruin verwacht, maar roze is ook mooi. Ik vind dat ook gewoon altijd prachtig. Nou ga ik mijn gezicht eindelijk bronzen, want ik moet echt een beetje een bronzer hebben. Mijn nieuwste bronzer is de Very Vegan Matte Bronzer van W7, de Sunkist Bronzer. En dit is echt een prachtige bronzer. Ik vind hem heel erg mooi en hij is ook gewoon lekker donker. Dus ik ben heel blij dat dit de bronzer is die ik kan gebruiken. Want stel je voor dat mijn nieuwste bronzer een lichte bronzer was geweest. Nou, dan was deze look echt gewoon helemaal niks meer geworden. Ik ga even deze lekker veel aanbrengen. Ik breng altijd wel veel bronzer aan, maar ik ga nu echt nog meer aanbrengen. Volgens mij heb ik echt in mijn hele leven nog nooit zoveel bronzer aangebracht. Ik ben echt overal bronzer aan het aanbrengen, want mijn gezicht moet echt wel donkerder worden. Want ik ga de make-up ook gewoon de hele dag oplaten. Ik ga het er niet afhalen hierna, dus ja. Maar dit heeft wel echt nut gehad. Zien we dit, jongens? Vooral hier zo. Ik heb ook lekker veel hier aangebracht, zodat het goed matcht met mijn nek. Dat had echt veel nut. Bronzer heeft echt nut. Dan blush. Mijn aller nieuwste blush is ook van She Glam in de kleur Good Vibes. En ook dit is echt weer een prachtige blush. Dus ik ben blij dat ik hem kan gebruiken. Kijk even hoe mooi deze kleur is. Het matcht ook gewoon met mijn ooglook. I love it. Mijn nieuwste highlighter is ook van de Catrice kerstcollectie. Deze heb ik ook nog geen enkele keer gebruikt. Ook ontvangen in PR. Dit is in de kleur C01 Glow Couture. En dit is een beetje een rozige highlighter. Zien we dit? Ik hou altijd meer van shout. Ik bedoel goud, champagne. Ik wilde het woord goud en het woord champagne mixen. En het werd dus shout. Goud en champagne. Maar dit kan ook wel mooi zijn. Ik hoop niet dat hij te licht is. Ah, op zich de kleur is wel mooi. Hij lijkt heel mooi te zijn. Ik ga hem gewoon even aanbrengen. Ik vind de verpakking, by the way, ook weer echt geweldig. Ja, het heeft echt een roze ondertoon, maar ik vind het niet lelijk. Ik vind het gewoon wel oké. Het matcht ook mooi met de ooglook. Oeh, glowy. Kijk even hoe glowy dat mijn gezicht heeft gemaakt. Dat vind ik wel mooi. Oké, dan de lippen. Mijn nieuwste lipstick is ook van Clarins. Deze heb ik ook ontvangen van hun. Ik heb hem in de kleur 753V. En dit is een hele mooie, beetje nude-achtige lipstick. Ook nog geen enkele keer gebruikt. Dus ik ben benieuwd, maar hij zal vast wel mooi zijn. Oeh, hele aparte kleur dit. Deze lipstick voelt zo fijn. Het voelt gewoon een beetje velvet-achtig aan of zo. Heel apart. Het voelt heel zacht aan. Alsof het een soort van vachtje heeft en ik met een vachtje over mijn lippen ga ofzo. De lipkleur matcht niet helemaal met de ooglook, maar deze lipstick
Ik ben echt in shock. Hij is super gepigmenteerd. Hij voelt zo fijn aan. Ik heb nog nooit een lipstick gevoeld die zo zacht, velvetachtig aanvoelt en aanbrengt. Echt heel apart. Maar ik vind hem echt heel fijn. Ik vind ook de kleur heel mooi. Alleen niet per se met deze ooglook. Maar ja, ik moet nou eenmaal gewoon mijn nieuwste producten gebruiken. Oké, okay, dan setting spray. Mijn nieuwste setting spray. Oh my god. Mijn nieuwste setting spray is van de Momo collectie. Oh my god. Dit is een make-up collectie uitgebracht door Monica Geuze en haar vriendin Danique. Heb ik ook een hele video over gemaakt. Over die hele collectie. En die collectie is zo bagger. En deze spray, dit is de Glow Spray. Deze spray is zo agressief. En het liet mijn make-up helemaal smelten. En it was a mess. Deze spray is heftig. Hij valt me gewoon aan. Ja, ik ga het maar weer gewoon aanbrengen. Want dit is nou eenmaal mijn nieuwste setting spray. Weet je wat ik ga doen? Ik heb een loophole gevonden. Ik spray gewoon zo in de lucht. En dan ga ik gewoon zo met mijn gezicht erin. Wacht. Ik vertik het gewoon om dit te sprayen op mijn gezicht, want ik wil echt niet mijn make-up verpesten. Kijk, nou heb ik het soort van aangebracht op mijn gezicht. Nou jongens, dit was het dan. Dit was dan de full face met al mijn nieuwste make-up. De look is meer roze geworden dan bruin. Ik had voordat ik met de video begon verwacht dat het een beetje een bruinige look zou worden. Maar het is meer roze geworden. Maar ik vind het gewoon alsnog een hele mooie look. Ik ben ook echt over het algemeen wel gewoon blij met alle producten. De foundation was een beetje de grootste faal omdat de kleur gewoon te licht was. Maar ik vind hem op zich wel gewoon fijn. Dus ik ben wel gewoon blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. De bronzer heeft echt geholpen. Hele fijne bronzer. In de beschrijving zet ik ook weer een hele lijst met alle producten die ik vandaag heb gebruikt. Oké, dan zijn we dus nu klaar met het make-up gedeelte van de video. We gaan nu verder met het kleding gedeelte. Ik heb dus van Chiquelle weer een aantal kledingproducten ontvangen. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die is 5 dagen geldig. Ik zet het ook beneden in de beschrijving neer. En dan kun je lekker op hun website shoppen met korting. Hun kleding is altijd echt super, super goede kwaliteit. Chiquelle is niet de meest betaalbare webshop. Maar de kwaliteit is wel gewoon het bedrag waard. Dus ja, ik ga weer even laten zien wat ik van hun heb ontvangen. En ik ga het ook aandoen. En dan ja, kun je het gewoon even zien. Het eerste dat ik ga laten zien is een two-piece set. Een beetje een two-piece jogging set. En ik heb hem al 2 keer aangehad. En I love it. Ik ben echt obsessed. Ik vind hem zo fijn. Het is dus zo'n zwarte two-piece set met zo'n wollen high-waist broek. Super stretchy. Super warm. En hij is echt heel erg fijn. En hij is gewoon helemaal strak tot aan de enkel. Hij is ook lekker dik. Hij is oprecht heel erg warm. En I love it. Ik vind het echt een hele fijne broek. Je kunt hem ook gewoon matchen met een zwart shirt of whatever. Maar wat erbij hoort is deze top. Dit is iets minder warm. Maar dit is gewoon zo'n bandeau top. Ik had hem dus gisteren zo aangedaan met een hele grote wollen vest. Echt super comfy, super fijn. Deze bandeau top zit ook echt goed om je heen. De rand is ook een beetje zo hard. En hij blijft gewoon super goed zitten. Hij zakt echt totaal niet af. Dus echt heel erg fijn. Echt een fijne set. Nou jongens, dit is dan het pak. Echt leuk. Dit zit hier ook echt gewoon heel goed vast. Dit is ook hier heel fijn. Lekker stretchy. Hij schijnt ook helemaal niet door. Echt, I love it. Ik vind het echt een heel fijn pak. De stof is echt zo lekker wollig en lekker warm. Ik vind hem echt heel fijn. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is wel een beetje koud, maar zoals ik al net zei, met de vest is het ook heel leuk. Kijk, ik had hem laatst zo aan met deze vest. Deze vest is toevallig ook van Chiquelle, alleen wel van een oude collectie. Ik weet niet of hij nog te koop is, maar zo met een vest is het ook echt heel erg leuk. Lekker warm ook. En ja, I love it. Ik vind het echt heel fijn. Vooral voor in huis en zo. Heel fijn dit. Dan heb ik hier een basic top. Deze heb ik nog niet aangedaan. Die ga ik dus zo meteen aandoen voor jullie. Een nude top. Daar hou ik van. Dit is niet echt heel spectaculair of zo. Ik heb hem in de maat ML. En de kwaliteit is weer zo goed. Echt weer zo'n dikke stof. Lekker stretchy. Hij stretcht echt heel goed mee. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Heel leuk gewoon met een jeans. Het is gewoon heel simpel, maar heel leuk. Nou, dit vind ik ook echt een hele fijne top. Heb hem gewoon even aan met een hoge broek. Hij is echt super stretchy. Het lijkt een beetje op fitnesskleding. Zo stretchy is het. Ik vind de kleur echt prachtig. Enige wat ik iets minder vind is dat hij niet helemaal lang is tot aan mijn pols. Ik vind hem iets te kort, maar
Op zich maakt het mij niet heel erg uit. Ik vind hem wel gewoon leuk. Alleen ja, de mouw had ietsje langer kunnen zijn. Naar mijn mening. De stof is gewoon dik. Hij schijnt helemaal niet door. Dus ja, ik vind hem op zich gewoon fijn. En dan heb ik hier van Chiquelle dit witte shirtje. Heel erg leuk. Het lijkt in principe heel simpel gewoon een wit shirtje. Maar dat is niet. De stof is by the way weer heel erg goed. Ook weer lekker stretchy. Hierachter heb je zo drie van die knopen. Heel mooi als je een knot in doet of een staart. Dat je zo die drie knopen hierachter kunt zien. En hier beneden is zo'n band waar het zo strakker gaat. Dus het is niet helemaal een simpele top. Want hier en daar zitten dus van die details. En dat maakt hem gewoon extra leuk. Dit is one size. Dus het heeft geen maat, gewoon één maat. Bij one size kun je in principe gewoon altijd maat S, M en L aanhouden. Oké, dit shirt is ook echt fijn. Ik vind ook die band hier fijn. Want hier is het een beetje losjes. En dan heb je zo die band waardoor het alsnog strak wordt. De kwaliteit is ook heel goed. Lekker dik. Hij schijnt ook echt helemaal niet door. Ik ben echt in shock. Wit schijnt altijd wel een klein beetje door. Maar dit schijnt echt totaal niet door. Ik vind ook de mouw mooi. Zo ietsje langer dan een normaal shirt. Lekker warm ook. Ja, I like it. Het is gewoon een normaal shirt. Maar gewoon de kwaliteit is goed en de fit is ook heel goed gemaakt. Dus ik vind het echt top. Dit is echt iets wat ik zou dragen. Nou jongens, dat was dan ook alle nieuwe kleding. Als je iets wilt bestellen wat je vandaag hebt gezien, ik zet beneden in de beschrijving een linkje. Ik vind het dus echt hele fijne kledingstukken altijd bij Chiquelle. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!